We gaan naar Ismail van Wilgen Sportal. Yellowbirds vrouwen, die speelden tegen de ploeg van SCVU. Nou, Yellowbirds stond bij de rust achter. Onvoorstelbaar, hè? De nog steeds ongeslagen ploeg van Yellowbirds. Voor het eerst stonden ze achter na een helft spelen. Yellowbirds had 23 punten en de ploeg van SCVU had 29. Maar in de tweede helft is het letterlijk en figuurlijk een stormloop geworden van Yellowbirds. De eindstand was 84 voor Yellowbirds en 54 voor de ploeg van SCVU. Cheyenne Naarden scoorde 26 punten voor de Birds en Chiniqua Pengel die voegde er 25 aan toe. Bij SCVU was Mirelva Marika goed voor 21 punten. En Jolene Nijman scoorde 14 punten voor haar ploeg SCVU dus. En door deze uitslag van 84-54 blijft Yellowbirds nog steeds ongeslagen. En het ongeslagenschap van Yellowbirds dateert van het vorig seizoen. Vorig seizoen werd Yellowbirds namelijk ongeslagen kampioen. En vanaf die periode tot heden heeft Yellowbirds nog geen enkele wedstrijd in de damesklasse verloren. Dat is gewoon een heel prachtige prestatie.